Hi! Would you like to see two lovely but very different stamp sets combined into one card? I'll show you how I made this card. It's part of a video hop, the first video hop of Stampin' Around the World. And that's why I'm trying my best at English, because I'm Dutch, I'm Sarine Zijderveld from the Netherlands, and I'll be participating in this video hop. Theme is love, so you'll be seeing lots of lovely inspirational cards or other projects. Enjoy the hop through the link below in the description box. I'll be mixing up English and Dutch. I hope you find it inspirational and fun to watch. Hoi, leuk dat je kijkt. En de eerste keer dat ik meedoe aan deze video hop, de Stampin' Around the World video hop. Dus je ziet in de beschrijving hieronder de link naar de volgende. Dus, kan je zo rond de wereld hoppen, allemaal rond het thema love, liefde. Mooi voor februari. En ik laat je zien hoe ik twee verschillende stempelsets heb gecombineerd in deze ene kaart. Veel plezier! Zoiets gaan we maken, maar dan in andere kleuren. We'll be making something like this, but in different colors. Dit is een beetje fris, stripachtig, cartoonachtig, met contrasterende kleuren. En ik ga het iets zachter en iets, misschien wel iets liever maken. Ben benieuwd welke je leuk gaat vinden. I'll be using different colors, a bit sweeter maybe. I'm curious to know which one you like best. We'll give it a try. En ik wilde deze twee combineren. Het zijn ook echt andere stempelsets. Deze is een beetje romantisch. En dit is ja inderdaad wat striptekeningachtiger. Maar ik denk dat het goed kan op deze manier. I wanted to combine these two. A bit softer, more romantic kind of stamp set. And this one a bit cartoony. But I think they work fine this way. So let's get to it. Ik gebruik een standaard kaartbasis. Standard card base. Supplies and measurements are in the description box below. De gebruikte materialen en afmetingen staan in de beschrijving hieronder. Ik begin met die grasrand in Lost Lagoon. En ik let een beetje op dat het ongeveer op een derde zit. Being a bit mindful of the rule of thirds. Dus het is hier iets van 2,5 centimeter die ik zo aan de onderkant. 2,5 centimeters about. From the bottom up. Dan neem ik Berry Burst voor de kleine bloemetjes. En Pool Party voor de kleine lupine-achtige dingetjes. Bit of Pool Party ink. I think it's lupin, kind of. Or lavender, maybe. Probably. Considering the name of the stamp set, maybe it's a giveaway. Stampin' Write marker Daffodil Delight.
Dan ga ik een bijtje maken met pecan pie en petal pink. Ik vind het makkelijk om eerst de strepen te stempelen en daarna pas het lijfje. Het kan natuurlijk ook andersom. Het is maar net wat je handig vindt. I like to stamp the stripes first and then the bee's body, but it's, well, up to you. Maybe you think the other way around is easier. I don't know. Ik let hierbij wat op die op de achterkant, op zijn billetjes, op de angel. I'm focusing on the stinger, I think it's called. En daarna op beide kanten. And then on both sides of the stripes. Using a bit of early espresso for the face and the antenna. Gezichtje en de, hoe heet ze? Sprietjes, voelsprietjes. Met early espresso. En wat Flirty Flamingo licht. Bit of light Flirty Flamingo. For the cheeks. Hier heb ik wat vellum met Pool Party Donker Stamping Blends. A bit of vellum and I'll color it by using the Stamping Blends Pool Party Dark in order to create the wings. This will be fine. Beetje laten drogen. Just let it dry for a bit. In the meantime, I'll assemble this by using glue dots and a bit of tape. Dus zo heb ik hem in elkaar gezet met plakband gewoon naar de achterkant. En ik kan dat vleugeltje nog steeds een beetje loslaten, deze manier. En dan heb ik Winkel Stella, het glitterpenseel. Schattig, hè? Ook weer even laten drogen. Just set it aside to let it dry. En dan gaan we met de tekst aan de gang. En dan neem ik deze, You'll Always Be The One For Me. Dat be, dat vind ik heel grappig, maar het kan natuurlijk iedere tekst zijn. You could of course take any sentiment you like. I'll use this one for now and in early espresso. En dan ga ik een van de deckled rectangles dies nemen. Ik denk dat het samengestelde rechthoeken, of nee, geschepte rechthoeken. Ik zet het wel even bovenin. Stansen ga ik nemen. En je ziet dat het niet de goede maat is, maar je kan hem passend maken. Dus dat ga ik laten zien. Even kijken welke ik neem. Ja, deze is goed. Nou, hij is natuurlijk te groot, maar ik ga hem twee keer uitstansen. Eén keer op deze linker bovenhoek en één keer zo dan op de rechter benedenhoek. En dan kan je precies de maat maken die je zelf hebben wilt. Of course, this isn't the right size.
but I'll die-cut it twice. First the upper left-hand corner, and then the bottom right-hand corner. And then you can make it any size you want. So I'll demonstrate that. Dus eerst let ik op de linker bovenhoek. First, minding only the upper left corner. And then only minding the bottom right hand corner. And this way it's any size you like. En op deze manier is het, kun je stansen op elk formaat dat je hebben wilt. En dan ga ik die vluchtlijn stempelen in Early Espresso tweede generatie. Anders wordt het zo heel donker, dus een beetje afgestempeld eerst. En ik kijk dan waar ik ongeveer dat bijtje wil hebben en waar dan die vluchtlijn komt. I'll be stamping the dotted line in Early Espresso second generation. And just eyeballing a bit where the B will go. En dan ga ik de kaart in elkaar zetten met wat dimensionals en lijm. Dan heb ik hier een beetje Moody Mauve kaartkarton in dezelfde kleur als de bloemetjes. En daar stempel ik zo'n, of daar pons ik zo'n klein hartje mee uit. Punching a tiny heart to go up here. This is an embellishment. Hier heb ik zo'n, en hier een bloemetje en daar dat hartje uit die embellishments die horen bij die bijenset. Kijk, deze. Die zijn echt heel leuk. Ja, dit zijn er twee. Dus dit is één. En ik heb er twee gekocht omdat ik dacht, nou, die gaan wel op. Die zijn natuurlijk heel schattig. En die heb ik hier gebruikt. Maar ja, dat zijn niet de goede kleuren hiervoor. Dus ik ga hier een hartje maken. These embellishments aren't the right color for this card. So I'll be making my own embellishment by punching out the tiny heart. En dan haal ik hem door de Snowflake Sky embossing folder, de sneeuwhemel embossing mal. En dan leg ik hem onderaan waar die stippeltjes zo dicht op elkaar zitten. Even kijken of dat een leuk plekje is. Nee, ik wil geen sneeuwvlokje, ik wil alleen de belletjes. So I'm placing it in the embossing folder, avoiding the snowflakes, because I don't need the snowflakes. I just want the dots, the raised dots. Dan is die hier. Kijk, dat is leuk. Zo. Dan neem ik daar twee glue dots voor. Eén. Twee. Onder. En dan doe ik die hier. Ja, dat vind ik leuk. En dan hier ook nog een beetje Wink of Stella op die. Ja, wat zijn het? Belletjes. Eigenlijk sneeuw natuurlijk, maar dat zie je nou niet. Just adding a tiny bit of Wink of Stella on the dots. Dit zijn ze geworden. Nog een envelop erbij. Deze een beetje zoals de suite bedoeld is.
en deze in andere kleuren een, ja, dezelfde kaart, maar andere uitstraling. Ik ben benieuwd of je een favoriet hebt. Which one is your favorite? I'd like to know. Please let me know in the comments. And don't forget to click on the link to follow the video hop. Enjoy the hop. Veel plezier bij verder hoppen. En ik zeg tot de volgende kaart. Dag, bye. Thanks for watching.